Mensen, welkom bij de tweede aflevering van de Leak SBC to Glory. Afgelopen donderdag zijn er wat Leak SBC's afgelopen en er ook erbij gekomen. Dus er is het een en ander veranderd. Daarnaast heb ik wat packs klaarstaan. Nog niet van de Leak SBC's, maar eerst deze 84 player pick. Nu is net het nieuwe Futurestar team uit. Maar ik kreeg een 85, dat is helemaal niet erg. Het is nu vrijdagavond net dat nieuwe team uitgekomen, dus ik hoop dat ik er deze week wel eentje kan packen, omdat ik ook met de League SBC's wil gaan beginnen deze week. Ik heb namelijk heel veel bronspacks geopend. Zoals jullie kunnen zien, mijn coinmass is bijna 150k omhoog gegaan. Ik heb zelfs nog een SBC, dagelijks SBC, helemaal bijgekocht en alsnog ben ik 150k in de plus. En hoe kan dat nou? Dat komt door zo'n dagelijks SBC, die had 9 rares nodig. En elke bronzen rare, en vooral van goede nations, dus van Italië, Spanje, Engeland, Duitsland, Frankrijk, al die landen, die waren gewoon heel erg duur. Dus dat was wel fijn voor de bronspacks. Daardoor kon ik inderdaad 150k winst maken. En ik zou dan die 150k meteen in League SBC's kunnen pompen, maar dat ga ik niet doen. Die laat ik nu even staan. Wat ik wel ga doen is al mijn bronzen spelers, terwijl we hier Handanovic krijgen, dat is wel fijn. Al mijn bronzen spelers ga ik converten naar zilvers, want inmiddels heb ik wel een aardige... oh, dit is wel een aardige packie. Zo, vier Libertadores spelers, dat is wel ziek. Oké. Maar in ieder geval, ik heb wel wat bronzen spelers in de club zitten, dus die moet ik al eventjes allemaal gaan... dit gaat wel erg traag ook, hè. Die moet ik allemaal even gaan inleveren bij de silver upgrades. En wanneer ik dat gedaan heb, dan kunnen we eens eindelijk gaan kijken naar de League SBC's. Welke we misschien nog kunnen voltooien. Vooral de eerste squad van de CSL. De Saudi League, de MLS, de Libertadores. Al die eerste squads kijken wat we daarvan kunnen oplossen. Oké, ik heb de eerste squad van de MLS voltooid. Ik heb alleen deze silver net even gekocht voor 300 coins. Het kwam er van niet anders uit. Hier zie je deze, al deze bronzen spelers zijn, waren 200, 300 coins toen ik ze packte. Dus dat is wel fijn. Dan krijgen we in ieder geval een tradable pack terug. Die kunnen we gaan openen en alles wat we eruit krijgen verkopen. Dat is ook wel belangrijk, dat we daar in ieder geval ook weer wat coins van terugkrijgen. Je hoeft niet per se iets goeds te packen, een Premier League zilver of zo. Want zilvers zijn eigenlijk over het algemeen altijd wel een keer duur. Dan is deze Spaanse centerback, die speelt in de Portugese competitie, die is ook altijd wel duur. Weet je, dat soort spelers, hier zie je al dat deze gewoon, ja, toch wel 1100 is, denk ik. Ik ga wel een beetje lager listen, misschien zelfs op 1000. Weet je, en zo kun je al deze spelers gaan listen. En als ze niet veel waard zijn, dan bewaar je ze gewoon tot ze wel veel waard gaan zijn. Maar nu is ook Marquee Matchups gisteren gedropt, dus dat zorgt er ook altijd wel voor dat zilverprijzen, althans, de van de silvers die nodig zijn, dat die in ieder geval wel omhoog gaan. Kijk, deze kunnen we voor 6,50 listen en zo zie je al dat we makkelijk 2k winst hebben. Deze is van een League SBC. League SBC zelfs verkoop ik over het algemeen ook. Omdat silvers je altijd... Ja, meestal heb je maar specifieke silvers nodig. Dus net als deze van Zulte Waregem was het volgens mij. In ieder geval, stel ik ga die club ooit een keer gebruiken met België, dan heb ik hem waarschijnlijk al nodig. En zelfs dan is hij misschien niet eens nodig, omdat hij 1k was, omdat het een linksmid is. Maar ik kan misschien een goedkope optie vinden die niet op linksmid staat, die beter is, zeg maar. Of die hem in ieder geval niet zoveel kost en die wel mij de chemistry geeft. Dus daarom, zilvers verkoop ik altijd gewoon wat ik weet van, als ik een keer een zilver nodig heb, dan kan ik het altijd gewoon oplossen met de zilvers die ik dan gewoon koop, zeg maar. En hier hebben we ook weer ongeveer, ja, 850. Ik list hem misschien nu een beetje te laag. Maar goed, dat is helemaal niet zo erg. Ik heb gisteren gewoon al super veel winst, wat je zag, bij bronspacks gehaald. Dat was echt bizar. Deze is zo te zien ook gewoon, ja, het is ook een linksback, hè. Dus die zal al 1700 zijn, verwachten. Zo, 1700. En dan denk ik toch dat we makkelijk 5k uit die pack hebben gehaald. En nu krijgen we allemaal fouten en nu worden we uit het ultimate team gekikt. Oké. Maar in ieder geval, dat was de eerste squad van de MLS en we hebben gewoon 5k winst omdat we, ja, gewoon al die bronzen in onze club hadden, terwijl we bronspacks hadden geopend. En daardoor konden we die SBC gewoon goedkoop oplossen met één speler die ik dan moest kopen, ook voor chemistry, maar ook voor de rating vooral eigenlijk.
Dus die Gravenberg, die ziet er trouwens wel echt goed uit. Die wil ik misschien wel voor mijn team. Maar goed. Ik ga nu eens even kijken of ik de Saudi League kan doen. En misschien ook de Libertadores. Ik denk de Libertadores niet. Maar de Saudi moet zeker wel lukken, de eerste squad. Dan kan ik ook laten zien wat ik daar allemaal van heb. Dan zien jullie ook dat ik dat ook gewoon allemaal heb bijgepakt. Dus dan ga ik die nu eerst even oplossen. Oké, ik heb deze ook al opgelost. Weer één server moeten kopen voor de rating. Maar verder ook allemaal weer dingen uit de club die heel goedkoop waren. Krijgen we ook weer een silver pack van. Hopelijk gaan we hier ook weer ongeveer 5k uithalen. Dat zou wel heel lekker zijn. Die kunnen we dus ook al eigenlijk meerekenen met de volgende SBC's die we gaan oplossen. Eigenlijk de volgende squads. Want ik zag bijvoorbeeld al van Saudi-Arabië dat ik wel aardig veel Etifak spelers had. En Etifak weet ik toevallig dat best wel een goede club is om de SBC van de één club mee te voltooien. Dus dat is wel heel fijn dat we die dan alvast een paar hebben. En ik weet ook uit ervaring dat ik die ook wel vrij veel met bronze packs over het algemeen krijg. Dus dat is geen toeval dat ik nu heel veel heb. Dat is ook wel meestal de club waar ik het mee doe. Je kan het echt wel met meerdere clubs doen. Maar die hebben toevallig heel veel bronzen. Ze hebben wel veel links- en rechtsbacks. Dat is dan wel weer een beetje vervelend. Maar meestal kom ik er wel uit met een aantal silvers kopen en zo. Dus misschien ga ik die nu ook alvast oplossen. Dat moet ik even kijken of dat gaat lukken. En anders zien jullie mij bij de bronze upgrades. En dan gaan we de silver packs openen. Oké, omdat ik jullie toch eigenlijk alles wil laten zien. Van de Saudi League had ik maar... Ik had maar 3 spelers van die club. Dus dat waren wel iets minder dan ik had verwacht. Maar ik wil jullie gewoon even laten zien hoe ik bronze upgrades doe. Gewoon om het volledig te maken. Ik pak gewoon een league. Engeland 3 heb ik toevallig al een keer gebruikt tussendoor. Dus daar pak ik gewoon alle bronzen van. Dan ga ik naar Engeland 4, pak ik ook alle bronzen van. En ik pak gewoon elke league die geen league SBC heeft. En zelfs die van China ga ik ook bewaren. Want die komt waarschijnlijk volgende week of een week later terug. Dus die ga ik bewaren. Net als de, dan moet ik even goed denken welke SBC's. Ja, België en Turkije, die komen ook nog terug. Dus die ga ik ook niet inleveren, want die gasten die kun je nu ook niet verkopen voor 200 coins. Dus die blijven ook in je club. De Spaanse spelers zijn eigenlijk een geval apart, omdat die verkopen nog wel. Maar ik ga ze niet verkopen, omdat ik weet dat ze volgende week meer waard zijn wanneer die SBC terugkomt. Of in ieder geval, in de hype naartoe zijn ze altijd wel wat duurder. Dus dan kan ik gewoon die spelers vasthouden, later verkopen als ze duurder zijn. En vooral ook niet zelf gebruiken, want dat doe ik niet met de La Liga SBC, omdat dat vrij duur is. Maar goed, ja, je ziet een beetje hoe ik dat doe met die silver upgrades. Dit zijn de bronze upgrades, ik krijg silver packs. Maar deze gooi ik dus hier gewoon allemaal in. Al die bronzen die ik niet nodig heb. Dus ik kijk naar de leaks. Ik kan er wel even snel doorheen gaan welke ik niet inlever. Engeland 1, 2 lever ik niet in. Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje 1 allemaal niet. België lever ik dus niet in. Even kijken ook nog meer. China lever ik niet in. Kun je wel doen omdat ze toch 200 coins zijn. Nederland lever ik niet in. Even kijken ook nog meer. Mexico liep het door. Zuid-Amerikanen allebei natuurlijk niet. Portugal normaal gesproken ook niet, omdat die altijd ook wel verkopen. MLS niet en Turkije niet. En volgens mij zijn dat en de Zuid-Amerikanen had ik al gezegd. Maar ik kan ook wel bijvoorbeeld even laten zien wat ik nu van de Eredivisie heb. Want ik heb wel een aantal bronzen. Vooral veel special cards, maar ook een aantal bronzen wilde ik zeggen. Maar ik heb er maar eentje, zie ik nu. Deze was maar 200 coins, dus die ga ik gewoon bewaren. Maar ik zie dat die nu meer waard is op Marquee Matchups, dus die ga ik nu wel verkopen. Dat is maar goed dat ik dit nog even heb gecheckt. Ja, en dan ga ik verder met die bronze upgrades en dan zie ik jullie wanneer ik de silver packs heb. Oké, ik ben nu ongeveer 20 minuten en een paar verloren zelf verder. En ik heb 29 silver packs weten te craften. Wat je met die zilvers kan is, ik ga ze gebruiken voor leak SBC's. Mocht het een zilver zijn van een leak SBC. Ik zal even een paar voorbeelden proberen te krijgen. Ik ga ze niet allemaal laten zien, maar misschien even de eerste. En je kan ze ook gebruiken voor marquee matchups. Dit is een mooi voorbeeld. Deze Italiaan die kan ik gebruiken voor de League SBC van Italië. En deze kan ik gebruiken voor marquee matchups, dagelijks SBC. Mocht die daar niet van pas komen, dan stop je hem gewoon in een silver upgrade. En dan kun je daar cold combos van krijgen. Dat is niet de snelste manier van grinden, maar... omdat je ook League SBC's zelfs krijgt, kun je via de League SBC's... ook weer gouden krijgen. Hier weer hetzelfde verhaal. Duitsland kun je gebruiken. Oekraïne. Het is niet zo heel makkelijk te gebruiken, dus die ga ik waarschijnlijk in een zilver upgrade gooien.
Ja, ik zorg altijd eerst dat ik de dagelijkse SBC's en Magic Matchups heb gedaan. En vervolgens ga ik kijken van wat gooi ik in die silver upgrades. Want die doe ik eigenlijk bijna nooit. Ja, kijk, deze is Engels, dus die kan ik wel goed gebruiken. Mocht je bijvoorbeeld het maximum aantal voor een bepaalde competitie gebruiken, dan kun je alles met Engels linken. Dan gebruik ik gewoon Engeland 1, 2, 3 en 4. Dus daar is die ook wel handig voor. Meestal bewaar ik vooral Main Nations en de top 5 competities en dan die competities die eronder liggen. Dus Frankrijk 2, Engeland 2, Duitsland 2, Spanje 2, die gebruik ik meestal. En dan ook Main Nations zoals Spanje, Italië, Brazilië dus ook. En dit is een hele goede pack. Je ziet al een centerback van DC United. Die is waarschijnlijk heel duur, dat kan ik even laten zien. Ja, dit bespaart al voor de League SBC waarschijnlijk iets van 700 coins. Wat natuurlijk gewoon heel fijn is. Dan kan ik hem gebruiken voor de League SBC van de MLS. Die andere voor de League SBC van Frankrijk. En zo ga je alle League SBC's proberen compleet te krijgen. Je kan ze wel wat bijkopen, want je zag dat ik net 5k winst maakte uit een silver pack. Maar het belangrijkste is dus dat je die silvers hier vandaan krijgt. En ook uit de League SBC packs die untradable zijn. Dus bijvoorbeeld een premium mixed players pack die je ergens krijgt. Die krijg je untradable. Er zitten ook silvers in. Die kun je dus ook gebruiken samen met deze silvers. En daarmee kun je de League SBC's vullen. En op het moment dat jij 5, 6 spelers van een bepaalde club hebt. Of van een bepaalde squad. Dan kun je hem gewoon helemaal bijkopen. En dan heb je dus de kosten gedekt als je je tradable rewards verkoopt van de League SBC's. Ik zie nu dat mijn spel was loopt. Ik ga hem even opnieuw opstarten. En dan zie ik jullie weer als ik alle silver packs heb geopend. Oké, ik heb nu alle silver packs geopend. Er zaten best wel goede silvers bij. Heel veel van de League heb ik een paar gezien. En ook andere goede silvers die ik kan gebruiken. Dus dat is fijn. Ik ga morgen denk ik even kijken wat ik misschien al het een en ander kan voltooien van een of andere League SBC. Maar ik denk dat ik weer opnieuw naar de bronswijk ga. Omdat ik gewoon nog echt veel silvers nodig heb, zeg maar. Maar misschien is er één League waar ik alvast een squad kan doen. Ik had ook nu dit pakket voor 25k. Waar je die token voor kan krijgen. Dus die ga ik nu ook eventjes openen. Ik dacht dat doe ik ook even opnemen. Er zal er niks in zitten, maar dan heb ik het in ieder geval... In ieder geval wat extra content. Kijk maar een barcode. Even kijken hoe dit is. Mats Hummels. Oké, ja, dan heb ik in ieder geval een deel van mijn coins terug. Dus dat is ideaal. En even kijken welke leenspeler we kunnen krijgen. Zo te zien. Oeh, Daka is een hele goeie. Ja, dit is wel prima. Dan pak ik die als leenkaart. En dan is het pack. Kan ik dit allemaal gaan verkopen, denk ik. Ja, want het is gewoon allemaal tradable. Of misschien nog zelf gebruiken, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog even kijken. Maar in ieder geval heel fijn dat we die pack ook gewoon hebben kunnen openen. Hebben we in ieder geval extra token erbij voor de tokens. Ik ga voor de 85x10, die kan ik nu nog niet doen. Maar die kan ik waarschijnlijk in de volgende aflevering wel laten zien. Voor nu denk ik dat ik nog even de leaks doorga. Even kijken of ik nog wat kan oplossen. En dan is dat het einde van de video. Oké, ik heb nog één squad kunnen voltooien van Saudi-Arabië. Deze guy zat verhandelbaar in mijn club. Ik heb volgens mij deze 3 gekocht. Die 2 gouden en deze nog omdat ik nog een rare nodig had. 300 coins. Deze was 350 of 400 inderdaad. En die vorst was 800. Dus dat kunnen we makkelijk halen uit de tradable rewards die we hiervoor krijgen. Voor de rest heb ik alles gecheckt, maar het wordt toch lastig om dat allemaal nog bij te gaan kopen. Dus we hebben in ieder geval Saudi-Arabië alvast de half kunnen doen en dat is echt letterlijk met een halve dag bronspacks openen. Wat ik ook aanraad voor die squad, de derde squad is bijna bij elke SBC zo. Dit zijn wel goede silvers. Wat ik aanraad bij elke squad, die derde squad, vul hem gewoon in met al je shit bronzen, zeg maar. Ook bij CSL, al je stomme bronzen, zeg maar, waar je niks mee kan. Lever die daar gewoon in en gooi er 2 gouden bij en je bent klaar. Want je zult heel wat gaan merken dat je ook vastloopt op het feit dat je bij die eerste squad maar maximaal van één club mag gebruiken. Dus van een bepaalde club hou jij gewoon heel veel spelers over. Dus dan raad ik ook aan, ga die club ook gewoon helemaal inleveren in die derde squad. Dat is gewoon echt de squad waar je die bronzen kwijt moet. Dus ik denk dat het wel is voor deze video. Dus komt maandagavond online en dan komt de komende vrijdagavond weer een video online. Morgen ben ik dan live op Twitch, 7 uur. Dan ga ik dit live een beetje doen, ga ik bronspacks openen. Silver upgrade, misschien wat League SBC's voltooien. Dus dat doe ik allemaal live op stream. Ik hoop dat jullie weer wat hadden aan deze video, dat jullie er ook zelf wat van geleerd hebben. Dat jullie het ook zelf kunnen toepassen op je eigen League SBC grind. En dan zie ik jullie bij een volgende video.